voeten zal je dadelijk zien. Ja, ja, die zie ik nou nog. Ja? Nee, nou zie ik het niet meer. En mijn voet nu? Wacht even. Ja, als je er weer uitkomt, dan zie ik hoe weer. Ja, maar bij deze tarp zie je het ook niet. Die is ook zilver aan de buitenkant. Ja, ja, bij die tarp. Wacht even. Maar dat is de fjeldoek niet, hè? Oh, die ligt hieronder. Dit is een andere kant. Wacht, dan zal ik even aan de andere kant gaan staan. Ja, dat zie ik wel. Die is warm. De fjeldoeken? Ja. Hier bij die schouder? Ja. Ja, daar zie ik hem. Dat klopt, maar als ik dit doe, dan niet meer. Ja, dan zie ik nog steeds een zwarte vlek. Ja, omdat het nog warm is. Ja, dat kan. Maar hij wordt helemaal warm, helemaal zwart in zijn geheel. Oh, oké. Okay. Ja, omdat ik er tegenaan zit. Ja, omdat hij het eronder opwarmt, denk ik. Ja. Maar net als... Maar als je het nou dubbel hebt, hè, zo in die fjeldoeken en dan onder die tarp, dan zie je er niks. Als je hem als wand gebruikt, net als de tarp, dan zie je niks van. Nee. Nou zal hij, ook minder, zal hij afkoelen. Nee, hij wordt alleen maar warmer. Oh. Gewarmt die dingen op, die lucht die erin zit natuurlijk met het lichaam. Oké. Ja. Oké. Okay. Nee, maar dubbelwandig, dan werkt hij wel.